Als je eerder video's van mij hebt bekeken, is het je waarschijnlijk wel opgevallen dat ik altijd al boven een rij metalen blokjes op mijn tanden had. En sinds ongeveer een week heb ik die nu ook beneden. Dus toen ik die dingen erop ging laten zetten, ging ik naar de orthodontist toe, zoals je dat doet. En ik ontmoette de vrouw die de dingen in mijn bek zou gaan duwen. Een zeer vriendelijke vijftiger. Helemaal prima toch? Maar zodra ik lekker rustig op die stoel lag, begon het al. Mevrouw zei... Mond open! Ja, nee, ik denk dat ik mijn bek dicht ga houden. Ik... Zie ik er echt zo dom uit? Ik... Waarschijnlijk wel, hè? Ja. Wat ik altijd zo vervelend vind aan die tandarts of orthodontisten, dat als je in die stoel ligt, dan moet je noodgedwongen naar het hoofd van die mensen kijken. De vriendelijke vijftigste had uiteraard een mondkapje op. Maar desondanks stonk ze enorm uit de bek. Echt. Oh. Echt, het was een typische smerige rooklucht die... Oh, ah. Dus ja, dat was leuk. Nu heb ik 2 rijen metalen shit. Dag.